geweldig. Ja, we hadden hem voor de kerst willen betrekken. Ja. Nou ja, komt er niet van, maar het ziet er toch naar uit dat housewarming party en nieuwjaarsborrel naadloos gaan samenvallen. Ja. Op de kranen na, belangrijk puntje voor Anita, die wil niet van die moderne gladde stangen. Nee, vooral zo. Van die Franse kranen. Voir et chaud. Ja, ja, en ze heeft ze gevonden hoor. Ja, in Bordeaux. In Bordeaux. En dat komt best voor elkaar. Ja. Nou ja, een vrijstaande villa, een lang gekoesterde droom wordt werkelijkheid. Toen Anita en ik 28 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten, toen heb ik het er al beloofd. Ja. Eens betrekken wij een vrijstaande villa. Et voilà. Dat is geweldig. Een beetje opschieten. Zal het kerstmis klaar zijn? We hebben al 2 maanden vertraging, want er staat een grote knoop in de warmwaterpijp of zo. Zit die knoop eruit van die pijpen? Huh? Zit die knoop uit die pijpen? Huh? Zit die knoop uit die pijpen? Ja, nou, februari. Nou, moet 2 maanden later gaat hij open. Dus ik zeg nou, de eerste 2 maanden betaal ik geen huur natuurlijk. Not, weet je wel. Betaal huur, ja, not. Natuurlijk niet. Ik ga nog even 2 maanden huur, als 2 maanden later open is, dus zou ik erin gaan. Maar goed, 6 jaar gewacht, dus ik ben nog blij hè, dat ik erin kan in mijn eigen huisje. Boven, linksboven. 2 kamers, keukentje, badkamer zit erbij. Eigen huisje, zo. En we wel naartoe, hè. 6 jaar een beetje hinksapspring. Van de ene pan naar de andere pan, de kamertje boven, dan is het een hospitaal. Dan lekker eigen huisje. Haha, ik zit lekker in mijn eigen huisje straks. En dat bedank aan mijn moeder. Mijn moeder heeft me ingeschreven voor de woningbouwvereniging, 6 jaar geleden. En mijn moeder is nou gestorven door de Enderwijp, mijn moeder. Enderwijp. Vorig jaar is helaas verscheiden, mijn moeder. Als dus moeder nog anders kon zien, dat ik in mijn eigen woning zat. Hé, Freddy in eigen woning. Jammer, dat is niet meer gezien. Jammer, Enderwijp. Een beetje doorwerken, hè? Dat wordt dus mijn werkkamer. Ja. En die hele zolderverdieping wordt Anita's domein. Ja. Kan ze al de lapjes eindelijk kwijt en de aquarelleerspulletjes en zoal. Precies, ja. Maar goed, die mooie droom van ons, de vrijstaande villa, dreigt nu toch enigszins verstoord te raken. Ja. Kijk, ik heb in de tijd al die bouwplannen wel gezien, maar me niet gerealiseerd dat dit een experiment betreft. Gemeente en projectontwikkelaar samen willen hier naast die vrijstaande villa's ook sociale woningbouw. Dus wat gebeurt er nu? Binnenkort kijken wij vanuit onze slaapkamer op het zuiden uit op een stelletje huurwoningen van de armoedigste soort. Kijk, die mensen moeten ook wonen, daar gaat het niet om. Maar het betekent wel dat de waarde van onze villa, nu 5,5 ton, 5,7 om precies te zijn, ja, binnen 3 jaar zal zijn gekelderd als het aan die andere kant een rotzootje wordt. En dat gaat het worden. Enfin, wandelt u even mee, dan gaan we even een kijkje nemen. Dat hadden we ons helemaal niet gerealiseerd. Ja, het is een gezinswoning, dus ik sta ingeschreven, het is echt paar. He, dus heb je februari om de tijd een vrouw te vinden. Ik bedoel, en met een woning, tippelen ze erop, vrouwtjes. Kun je heus wel een vrouwtje erbij. He, lekker. Alleen de buurt is een beetje saai, hè. Geen café, geen snackbar, je kan die poelen heen, nergens. En dan komt ook dat, omdat ze hier hebben ze dus rijk en arm met opzet hebben ze door elkaar hier. Want dit is het enigste rijtje, huurwoningen. En daarachter, aan de achterkant, hebben ze appartementen, villa's van 1 ton, 2 ton, 3 ton. Dus we krijgen nou, zo genoemd, gordijnen open de achterkant. En dan zie je toch die kartonnen broekrokken, weet je wel. Dus heb je toch het idee van, nou Freddy, je hebt een eigen woning, maar verbeeld je me niks. Dus allemaal van die types, allemaal van die kikkers. Kijk, dat soort types van die marsepen etalagepoppen. Het zijn dus 4 woningen in 1 blok. Daar, goedemiddag. Ah, u komt zeker niet hier te wonen, hè? Nee. Nee, het is zo, wij komen aan de voorkant in de vrijstaande villa's van de Lovensweg. De voorkant, dat is de voorkant, ja. Ja. Oh ja, dit is de achterkant. Waarom is dit niet de voorkant dan? Dit is nou, de achterkant. Nee, ik dacht toch dat de voorkant de vrijstaande villa's aan de Lovenseweg zijn. Dat is de voorkant. De voorkant van de weg. En dit is de achterkant. Ja, zo dit is de achterkant, dit. Ik dacht het de wel. Achterbuurt bedoel je? Nee. Ja, de vrijstaande villa's aan de Lovenseweg. Nee, dat wil ik geen zins beweren. Nee, dat zei ik toch niet. Je zegt toch zelf dat de voorkant is in de achterkant? Nee. Ik bedoel dat dus die villa's aan de Lovenseweg, die vormen het architectonische front waarachter zich die hele wijk ontvouwt. Dat ja, bedoelde ik. Je lult lekker, maar je vreet beter. Architectonische front, de wijk ontvouwt. Je bedoelt gewoon dat wij worden weggefrommeld aan de achterkant.
Nee. Je zegt toch zelf dat dit de achterkant is, man? Nee, ik bedoel dat niet zo in denigrerende zin. Nou, dat moet je dan niet zo zeggen. Nee, ik bedoel dat die wijk natuurlijk, ach, hoe je het wilt noemen, voorkant of achterkant, maar de architectuur van die wijk is zo opgebouwd. Ja, dat ik de achterkant ben. Dat ik aan de achterkant dat ik mijn raam open doe en dat ik je werf dat net die broekrok aantrekken. Jij met die choker en weet je wel. Nee, maar hetzelfde geldt voor ons. Hetzelfde geldt voor ons. Kijken vanuit onze slaapkamer op uw bedoeling, meneer. Ik bedoel, dat geldt toch hetzelfde? En dan zeg ik toch... Nee. U hebt niet veel recht om hier te wonen. Daar gaat het zo van hier eigenlijk. Doorsnijdt hij die hele wijk zo. Ja. En komt daar weer uit op de Deldense weg. Een afscheiding. En dat kan van alles zijn. Ja. Bomen, struiken, een aarden wal. Een we muur. Laten dat groeien. Een muurmetselen. Een muurmetselen. Een meter of 10. Muur. Kijk, ik heb net overheen. Een muurmetselen of een houten schutting. In ieder geval een afscheiding. Ja, goed. Hoe doen we dat? Hoe pakken we dat aan? Nou, heel eenvoudig. Wij alarmeren de villa-bewoners. Ja. U organiseert uw mensen. We schrijven een petitietje. Ja. Bieden dat de burgemeester aan en de bal gaat rollen. Precies. Vraag gelijk een petitietje of er een cafeetje kan komen daar. Nou, want kijk, dat is een hele dode boel. Dat is geheel aan u. Een cafeetje erbij hebben. Een cafeetje aan uw kant, natuurlijk. Volledige vergunning. U zegt daar een cafeetje. Wij zeggen aan onze kant, cafeetje nee. Ja. U zegt cafeetje ja. Van mij betreft cafeetje ja. Begrijpt u? Dan loopt dat allemaal veel soepeler. Dat gaan we zo doen. Fijn. Mevrouw. Nou, fijn hoor. Mijn zet genoegen. Hartelijk dank. Wij gaan nog even naar de villa kijken. Hallo, boerenul. Was dit nou een negatieve reportage? Is die tweedeling nu al een feit? Geloof het niet, dames en heren. Want die bewoners krijgen natuurlijk nooit toestemming om die muur te bouwen. Die nemen een advocaat in de arm, meester Pief du Poel waarschijnlijk. En die gaan nog jaren doorvechten tot aan de Hoge Raad. En zo bleven ze met elkaar aan de praat. Is die tweedeling dan toch van de ben? Dan is men zeer de vraag. Ik begrijp het wel, want het is tegen de sociale segregatie. Maar waarom moet het dan weer hier gebeuren, bij ons voor de deuren? Dit is een redelijk eenvoudig villawerkje. Het zijn huizen tussen de, nou wat zal het zijn, 4 en 5 ton. Op het meeste zit nog hypotheek, weet ik. Dus die dalen in waarde door wat er tegenover gebeurt. We hebben alle belabberste infrastructuur. Er is één winkelstraat, die staat al barstens vol met dubbel geparkeerde wagens. Die moeten straks dag en nacht en zondag open om iedereen te kunnen bevoorraden. Dus waarom wordt het nou weer hier voor de deur gedaan? In zo'n redelijk eenvoudig villa-wijkje met oude villa's. Waarom dan niet eens gekozen voor de regio Wassenaar? Dat ze daar dat experiment doen. Of tussen de kastelen van Aardenhout. Of de landhuizen langs de Vecht. Of in Blarikum. Nee, dat moet dan hier gebeuren. Ik weet wel dat het linksig klinkt en clichématig en zo bedoel ik het niet. Maar het verschil tussen arm en rijk wordt misschien een beetje kleiner, maar het verschil tussen redelijk rijk en bulkend rijk, dat wordt groter en groter en groter en groter en groter en groter in Nederland. En groter en groter en groter. Moeilijke opgave voor de heer Tommel. Wat te doen aan de ruimtelijke segregatie in de boventrommel? Dit was Den Haag. Goedenavond.